is vandaag zondag 26 september. En ik zit hier tegenover Karel de Rijke. Hey Fokke. Hey kids. Karel. Ja, alles redelijk. Kitsen met u zelf? Ja, een beetje katerig. Jij is terug van een LAN-party. LAN-party? Is dat wat de kids doen tegenwoordig? Van de kids, er waren ook ouders bij. Maar, ben je dat? Dus echt heel jonge mensen? Nee, ik ben daar een van de jongste. Echt? Ja. Ah, ik dacht dat die ouders hun kinderen moesten begeleiden. Nee. Ik wil zeggen dan er gewoon mensen met kinderen zijn. Die daar zo. Ook maar die kinderen, die zijn niet daar. Nee, okay. Gelukkig. Want die worden geofferd. Nee. Hey, en LAN party, dat is iets met gamen op het internet? Ja, een lokaal netwerk, hè, waar dat we dan gewoon allerlei spelletjes spelen met elkaar. Maar dat is geen mensen erger niet dan? Wat is dat dan? Nee. World of Warcraft? Er zijn mensen die World of Warcraft spelen. Ja, we waren met 13. Dat is dan League of Legends, Call of Duty, Counter-Strike, schietspelletjes. Dat zijn echt van die spelletjes waar echt professionals in zijn, hè? Ja. En we worden ook professioneel afgemaakt door sommige van de vrienden die wel geen leven hebben. Dus dat is echt wel een ding. Ja, het is echt. En is dat iets wat je regelmatig doet? Is dat nu ook vanwege corona dat het weer terugkomt? Ja, exact. We zitten soms op Discord, hebben we vaak samen gespeeld tijdens corona, iedere vrijdag. Iedereen thuis wel. Ja, iedereen thuis met de webcam aan in zo'n groep. Ja. En nu voor de eerste keer. Gaan iedereen zijn kleren aan of gaan er ook kleren uit? Er gaan soms wel kleren uit, maar dat gebeurt dan na menige flessen rum die dan opgeraakt zijn. Er hoort ook alcoholgebruik bij. Het is gewoon een brasweekend. Hè. Zeer zwaar alcoholgebruik. We gaan lekker zuipen en we nemen spelletjes spelen als excuus. Ja, want eigenlijk deze editie hebben we niet zoveel gespeeld. We hebben voornamelijk in het zwembad gezeten en daar pinten zitten drinken en naar carnavalsmuziek zitten luisteren. Klopt. Dan heb ik misschien nog een minder slecht weekend gehad. Karel de Rijke, comedian. Ja, hoe omschrijf je jezelf? Want het is, wat je op het podium doet, is geen stand-up comedy. Nee. Dat zou het echt te kort doen. Ja, het is wel om te lachen, maar het is zo wat meer tussen performance en een soort van performance / cabaret. Misschien zelfs met een kleine C. Als mensen zich er iets bij willen voorstellen, wat zijn je grote voorbeelden? Herman Vinkers, Bo Burnham, Bert Visser. Ja. Hans Steeuwen, Gunther en Piet. Ook wel voor. Pieter ja, ook wel voorbeelden van. En Kamahurka, ja. Ja. De absurdisten. Dus absurdisten. Je hebt eigenlijk. Ik heb een paar keer zien spelen. We zijn nu voor de show eigenlijk, hè, maar je hebt een paar keer zien spelen. Je hebt grappige scènes, heb je eigenlijk. Ja, en grappige ideeën. En dat is soms met props bij, met spullen bij. Meestal geluid. Met veel props, ja. Ja. Ben ik dan een propcomiek? Waarschijnlijk. Ja. dat is zo typisch iets waar mensen een beetje op neerkijken. Ja. Dat is ook gewoon een vorm van comedy. Ja, dan. Exact. Ik vind, comedy is ook zo breed om dan zo echt in hokjes te gaan denken. Ja. Hier in Vlaanderen gaat dat nog gemakkelijk. Want ik denk in Nederland dat bijvoorbeeld moeilijker is. Ja. Omdat daar vaak in hokjes wordt gedacht. Omdat er meer opleidingen zijn en zo. Nee. Ja, ik dacht van, omdat het hier bijna altijd... Nee, hier zien we alles als comedy. Hier is Alex Agnew en Wim Helsen is comedy. Ja, ja. En dat is natuurlijk een voordeel. Maar het nadeel is dat de andere vormen, zo'n prop comedy, daar kennen ze hier niet zo goed. Ja, ja. Dus als jij op het podium komt, dan moeten mensen denken, wat gaat die doen? Daar teer ik wel op van. Wat gaat hij doen? Waar gaat dit naartoe? Ja. En ik hou wel van het ook flitsend te houden, maar de mensen een beetje gepakt worden op hun eigen gedachten. Dat ze verrast worden. Het is ook wel een beetje zappen. Ja. Ik heb een soort zakgevoel. Van de ene ineens in de andere scène. Ja, exact. Want tegenwoordig heeft iedereen toch maar de aandachtspannen van een goudvis. Ja, dat is ook. Waarom zou het dan... Een verhaal over 10
10 minuten een verhaal afsteken over hoe dat mijn moeder ja. of mijn werk of dit of dat. Ja, niemand heeft daar boodschap aan. Ja, andere mensen, nee, maar dat bestaat al. Hetgeen wat jij doet, daar bestaat nog niet zoveel van. Ja, ja. Dus je hebt een soort... Heb je een gat in de markt gevonden of heeft dat gat in de markt jou gevonden? Ik denk... Wel, ik heb nog old school over mijn werk en mijn moeder en zo gebabbeld. Ja. Dat heb ik een paar jaar gedaan. Maar ook door deels andere komieken te zien beginnen. Terwijl ik was even bezig, zag ik andere komieken mij voorbij steken eigenlijk. In niveau en in scherpte ja. en zo. En dan dacht ik ook van, ja, ik moet mij distancieren van de rest. En die klik is gekomen... door echt zo te gaan stilstaan van wie ben ik en wat zijn mijn sterktes, wat vind ik leuk. Ja. En deels daarin is, wat zijn mijn sterktes? Ik heb geen gêne op het podium, nee, maakt mij niet uit. Dus maakt mij niet uit wat dan de mensen denken. Want ja, mensen denken toch niet zoveel aan u als dat jij denkt dat de mensen aan u denken. Dat is heel waar. En ja, mijn sterkte is geen gêne. Ik ben wel een goede danser, heb ik zo. Ja, ik ben een goede danser. Ik ben een goede ja, danser. Ja, okay, goed. En ben toch ook wel wat muzikaal, ben wel wat met muziek bezig. Ja. Dus... En dat is het, ja, mijn personage dat ik speel, hè, Charles Le Riche, ja. is natuurlijk ook een bepaald facet uitvergroot, wat dat vaak bij comedians is op het podium. Ja. En ja, gewoon een soort van typetje slash personage dat ik dan speel. Ja. Want ik vind het eigenlijk zeer moeilijk om als mijn eigen op het podium te staan. Is dat hetgeen waar je toen je stand-up deed, dat je zag dat die anderen dat sneller en scherper konden, omdat jij dat lastig vond om je eigenheid te puren? Ja, zoiets. Of van niet goed weten wat te vertellen, dus vertel ik maar beter niks. Dus dat is ook gewoon... Nu, dat is eigenlijk ook mijn ding. Gewoon eigenlijk pure flauwekul verkopen. Ja, maar daar is niks mis mee. Wow. Ja, ik bedoel, inderdaad, je zegt zo, Bert Visser en dat soort mensen, ja, die doen dat ook. En zeer succesvol doen die dat, hè? Ja, exact. Dus ja... Want ik kan me wel ook voelen, het is een acquired, hè? Het is iets waar de mensen even kijken, wat is dit? Pakt het soms niet? Wel, ik heb, omdat het zo flitsend is... Blijf het niet lang... Allee, ik heb nog maar 1 of 2 optredens gehad dat echt moeilijk was. Dat er bijna niet gelachen werd. Maar dan was het voor de andere comedians, zoals in een line-up. Ja. Met Edouard en Steven Mailleux, toen Steven Mailleux en de Jongwans gingen. Ja. En dat was in Ieper. En dan was het voor hen ook keihard werken. Dus dan was het publiek gewoon niet mee. Ja, met humor. Ja. Ik denk dat ze daar ook gewoon waren. Misschien had je dan meer moeten dansen. Ja. Misschien waren je wel meer dansen. Ja. Maar ik denk dat ze daar gewoon waren voor de organisator te sponsoren en niet voor de steunkaarten. Ja, steunkaarten. Maar ja, koop dan steunkaarten en blijf thuis. Maar ja, nu dat er nog een keer iets te doen was in Ieper. Het is van 1918 geleden natuurlijk, dat er daar nog iets gebeurde. Volgend jaar nog iets doen. Ja, maar dat is... En voor de rest... Hoe lang de vorm die je nu doet, hoe lang doe je die nu? 3-4 jaar, denk ik. En iedereen, beginnende comedian is altijd onder elkaar... beginnend, maar onder elkaar altijd... Ja, hoe lang doe je het en hoeveel materiaal heb je? En hoe zit dat dan? Een half uur, 3 kwartier? Ja, ik denk, als ik alles zo achter elkaar zet, dan zal het wel 3 kwartier zijn, zoiets. Ja. Maar iedere bit kan echt nog wel 2, 3 minuten of 5 minuten langer, als ik die nog een keer goed onder de loep neem en wat uitpuur nog wat meer jokes insteek en zo. Ja. Dus ja, en nu zitten we op het punt... Ik doe voorprogramma's. En het gaat wel goed. Ik word veel hier en daar gevraagd. Sinds de corona opstart. Mijn agenda begint zo weer langzaamaan vol te komen. We zitten zo op een niveau. Hè. Ik moet een deftig product maken om mezelf te verkopen. Ja, fokken. Ja. Zo werkt dat. Hè. Ja, zo werkt dat. Hey, en... wacht, hè. Wat vragen? Ja.
Pas je, dus als je zegt, ik heb, het zijn allemaal hè, bits en je hebt 45 minuten. En kijk je dan per avond van, oké, dit publiek, misschien meer deze bits en dat publiek, ja. Dat? Of heb je een soort, heb je als voorprogramma misschien een standaard set of zo? Ja, als voorprogramma, als zo 20 minuten is, heb ik wel meestal mijn standaard set. Ja. Als het dan op een kleiner optreden, durf ik ze al een keer door elkaar gooien. Ja. Want het is ook maar soms door bepaalde bits 2 jaar te doen, en een keer alles overhoop te gooien, want er opeens nieuwe ideeën ja, bij komen, ja. Of dat je opeens de linken vindt, ah, hoe kan ik die bits aan elkaar rijgen, ja. Dat er toch iets of wat een flow in zit, dat het klopt. Zo. Ja, ja, ja. En ja, dat is echt zeer... Of een callback, of ja, dat of een... iets bij elkaar past. Ja, ja, of, ja. Exact. Maar ja, dat gaat wel zeer... Allee, het is gewoon leuk om jezelf uit te dagen. Want ja, de bits waar dat ik meestal op kom, is meestal zo een klein eureka-moment van hoe dwaas zou het zijn, moest ik dit nu doen op het podium? Ja, ja. En ja, dat is altijd sterven. De eerste keer dat ik die bit doe. Maar het is wel het beste gevoel ooit, natuurlijk, als die werkt. Ja. Komt daar ook uit, want je hebt ook veel impro gedaan, ja, denk ik. Ja. Hè? Je bent hier ook al eens met de Lunatics al opgetreden. Is dat ook die impro-mind van je die daar een rol in speelt? Ja, bepaalde bits meer dan andere natuurlijk. Ja. En dat impro is echt een soort van toolkit hè, die ik in mijn zakken heb. Ja. Omdat ik het al lang doe en dat ik ook wel vind dat ik zeer consistent ben geworden van niveau. Ja, in het begin dat je begint met impro is dat zeer wispelturig. Hetzelfde als comedian zijn op podium, ja, je moet zo een klik maken en die klik heb ik gevoeld op theatersporttoernooi in Utrecht. Dan ja, zes shows spelen op 2 dagen. Ja, ja. Allemaal in een zeer goede setting. Je zit daar met zeer goede Nederlandse groepen. Ja. En dan ook een hele hoop Vlaamse groepen. Was dat met de Lunatics? Met Salami was dat. Ah, je hebt een andere groep ook. Ja, ja, ja. Uit Gent. Ja. En volgend jaar ga ik met de Lunatics mee naar Utrecht. Okay, dat is in maart. Ik weet dat de Kevins, David en Dempsey. Dempsey en zo, dat die daar ook... Die hebben daar ook nog over verteld. Maar dat is gewoon een soort van... impro-badje dat je neemt. Hè. Ja, ja. Dat je een taalbad neemt. Gewoon veel zien, veel spelen. En door daar te gaan spelen heb ik echt wel een klik gevoeld. Ja, echt gevoeld. Ja. Dat gewoon van een optreden gaat van dat podium en je bent op. Kletsen al van het zweet. Er gebeurt niets niet meer in je hoofd. En dan denk je, ah, binnen een uur nog eens dit. En dan ben je echt die impro-spier aan het kneed. Vind je dat prettig dat dat naast elkaar bestaat, je comedy en de impro? Of is het een tool voor het ander? De een is een tool voor het ander. Ah, ja. Want ja, met impro valt er nog minder geld te verdienen dan met stand-up comedy. Ja. En ja, het is ook gewoon mijn fucking ego die alleen op het podium wil staan. Ja, impro is een teamsport. Het is een teamsport, maar je leert afgaan. Ja. Want je staat niet alleen. En dan doet het ook minder pijn als je dan een keer alleen op het podium staat. Ja. Om dan een keer op je bek te gaan. Ja, ja. In het begin doet dat meer pijn, maar ja, alles went, hè. Ja. Iedere wonde krijgt natuurlijk wat eelt over zich doorheen die jaren. Hey, en heb je nog gewoon een dayjob? Ja, ja. En waar houdt die in? Ik ben chauffeur voor een droogkuis, voor een wasserij. Ah ja, dus jij rijdt een propere was. Ja, proper en vuile. Je haalt de vuile op en de proper mee. Ja, exact. Veel hotels en restaurants hebben wij als klanten in Gent. Dus ja, mijn kamionet, heel de dagen door Gent rondrijden. Maar is dat lijkt me best lang. En heb jij heel hard gevloekt op dat nieuwe, want er is toch een nieuw circulatieplan of zoiets? Heb je daar Ja, maar ik heb daar niet zoveel last van als ik met mijn kamionet rijd, want wij mogen door bepaalde knips heen, omdat ons nummerplaat, de nummerplaat is doorgegeven. Maar ook, ja, ik kan ook gewoon aan hotels vragen van, ik bel naar een hotel en ik zeg, ja, het is hier van de wasserij, zou je mijn nummerplaat kunnen doorgeven?
En dan kan ik gewoon over de korenmarkt met mijn camionet. Of met mijn eigen auto. Als ik niet moet werken en het is hier file, ik ga hier afslaan, bel ik gewoon een hotel. Je maakt meest gebruik van je job. Hoort dat. Iedere job heeft zijn perks, hè, Fokke. Ik heb ook nog 1,5 jaar in de sigaretten gewerkt. En daar had ik goedkope sigaretten. Ah, ja. Ja, nou, dat is ergens van A naar B. Makkelijker zijn is een betere perk dan kanker. Ja, dat is gewoon... Natuurlijk, de medische sector moet ook iets verdienen. Hè. Dat is waar. Maar ik denk dat nu wel redelijk goed gaat. Dat de medische sector nu niet heeft te zien. Ja, ik denk dat ze genoeg aan het doen zijn. Met al die prikken en zo. Al die vaccinaties. Goed, daar gaan we niet op in. Nee, daar gaan we niet op in. Wel, dat maakt me niet uit. En dan heb ik jou... ik heb het niet op tv gezien, want ik kijk niet naar die onzin natuurlijk. Maar ik heb wel gezien op de Facebooks en de andere personen dat je in Belgische Got Talent hebt meegemaakt. Ja, exact. Waarom en wie en waarom en hoe? En waarom? Wie en waarom? Heb je zelf gebeld of heb je jou niet gebeld? Ja, ze hebben mij gebeld. Jeroen Maris doet wel wat dingen voor televisie en zo. Ja. En waarschijnlijk heeft mij getipt bij een productiemedewerker. En die hebben mij dan zelf opgebeld. Heb je dan geen zin om mee te doen? Ja. Ik heb ook even getwijfeld, want ik dacht, comedy... als je geen liedjes brengt, ik denk dat Johnny Trash... Ja, die is er ver gekomen. Het verste zijn gekomen, want 95% van de comedians die er dan aan meedoen, zenden ze toch niet uit. Nee, nu, dat is natuurlijk ook omdat de talentvollen niet meedoen. Dus dat is ook een soort kip-en-ei-verhaal. Niemand doet eraan mee, dus van degene die meedoet, is maar een heel klein percentage wat ver schopt. En daarom doet ook niemand er meer aan mee. Dus dat is een beetje... Maar ik denk ook dat het format van zoiets van doe even 2 minuten leuk. Maar, 5 minuten is al lastig op een open markt. Acht minuten voor sommigen. En zeker 2 minuten is... 2 minuten en dan moest ik tonen wat dat ik ben, waar dat ik voor sta. Dat was... Ik had de chance wel dat ik een bit had die er wel perfect voor gemaakt was eigenlijk. Ja. Maar ze hadden mij zelf opgebeld, even getwijfeld, maar ik dacht, ik heb gewoon niets te verliezen. Nee. Wordt het uitgezonden, wordt het niet uitgezonden? Het is een ervaring. Hield je er rekening mee dat je erdoor zou zijn? Wel, ik had mij niet in de halve finale gezien. No fucking way. Ja, je staat tussen 10.000 dansgroepen. Soms zouden denken dat het meer So You Think You Can Dance is, maar met een ander... Maar ik had er niet op verwacht. Maar een tweede ronde zou wel leuk gevonden. Dat zou ik wel zeer leuk gevonden hebben. Omdat je dan ook iets meer tijd krijgt. En dat je dan gewoon meer kunt tonen wie dat je echt bent. Terwijl op 2 minuten... En dat is zo lastig met comedy. Ja. Nu, jij hebt natuurlijk wel... Ik heb het gezien op Facebook of whatever dat je gepost had. En jij hebt wel bits of muzikaal getinte dingetjes die wel een sketch zijn. Sketch of een showgehalte hebben, waardoor dat het wel deftig overkomt op televisie. Want kijk, hoe lang duurt dat programma? 3 uur of zo, met 5 keer reclame tussen. En ben daar toch wel 8 minuten in beeld geweest. Ja, primetime televisie, betere reclame... Gratis reclame kunnen die mensen. Het was iets anders dan de rest, want het zijn allemaal ofwel mensen die zingen, ofwel kinderen die iets schattigs doen, ofwel dansen. Mm. Dat is eigenlijk wat Got Talent is. Ik ben er 1 keer, toen Jens daar iemand moest vervangen, ben ik daar eens mee, in die backstage heb ik daar gezeten. En dan zie je wat dat inhoudt. Nu, daar zitten ook talenten. Het gaat niet over dat er geen talentvolle mensen tussen zitten, maar humor of comedy zit er niet tussen. Ja, maar van de 24 acts die op de opnamedag waren, was ik de derde. En het publiek was direct mee. Ja. Je hoort dat ook. Ze hebben daar aan het geluid en zo niet veel gedaan. Het is echt wel oprecht muziek, oprecht de reactie van het publiek. Ja. Ze hebben zeer goed meegedaan. Ja.
Direct had ik ze mee en dacht ik, ik was er eigenlijk zeer hard van verschoten. Ik denk dat Jarno Boonen goed zijn werk heeft gedaan. De opwarmer daar, ja. Godverdoen toch. Ja. Dat is het enige wat hij zegt. Ja. Godverdoen toch. Een soort stopwoordje. Een soort godslasterend stopwoordje. Heeft hij. Maar okay, dat is niet zo'n opwarmtechniek. Maar nee, dus ja, ik heb het gezien. En mijn kritiek was, het was een leuk bit, maar het had geen einde. Ja. Je had niet echt een finale. Exact. Daar had ik... Ik zat daarin vast van, hoe moet ik het doen? Ja. En dan dacht ik, ah ja, het is zo dat klungelige, dat houden we dan ook wel vaak bij absolutisten, want dat dan die eerste shows of die eerste bits zijn de klungelige underdogs. Ja. Ik zeg, dan ga ik het gewoon zo aanpakken. Want er kwam gewoon niets. Ja. En ja, dat was een beetje raar. Ja. Ik denk dat je op een grote lach had geëindigd, op echt een soort finale lach. Dat je er, want ze waren je wel genegen. Ja. En het publiek zeker, maar die jury ook. Ja, die jury ook. Ik heb zeer goede reacties gehad. Maar ik heb ook mijn eerste haters. Nee, dat meen je niet. Ja, op de interwebs. Op de interwebs, op die old school Facebook. Wat zeiden die? Als dit comedy is, trek tot niets. Ik als comedyfan kan wel lachen, maar dit was slecht. Ja. En dan, ja, iedereen heeft zijn eigen smaak natuurlijk. Ja, iedereen heeft een mening. Die moet je vooral op internet verkopen. Ja, maar ik vond het wel funny. Ja. Doet dat je iets? Nee, totaal niet. Nee? Maar je hebt het wel geregistreerd. Ik heb het wel geregistreerd. Wel, net als al die andere mensen, die 10 positieve vergeten is, maar die 2 vervelende onthouden heeft. Ja. Omdat ik ook meer positieve krijg dan negatieve. Ja, maar die zou je ook kunnen onthouden. Ja. Maar moet ik al die positieve reacties onthouden? Ja. Oh. Dat wil zeggen, nee. Maar je weet het niet, hè? Maar je weet wel letterlijk wat die negatieve zijn. Maar dat is gewoon inherent aan mensen. Ja, exact. Maar het was ook gewoon de eerste keer in mijn leven dat er zo mensen echt hun tijd namen van op mijn act om te zeggen het was... Tijd namen, dat is gewoon even interessant. Ik bedoel, het is niet een brief sturen, hè? Nee. Dat is het niet. Maar ik vind het altijd zeer luie. Zo van, bij Xander zei het vorige keer ook nog ergens van, dat er dan iemand zei, Toon Hermans, dat was pas humor. Weet je wel? Dat is ook, ja, een man die al 50 jaar oud is, dat is grappig. Ja, dat vinden we grappig. Of oudere generatie, dat Gaston en Leo, top, de crème de la crème is, en dat nooit niet beter. Eigenlijk, jij daar ook op een of andere manier refereert. Ja. Vind ik, hè? Ja. Ik vind dat positief, hè? Ik snap dat wel. Ook zo dat... Ja, Vlaams, hè? Vlaams en een soort setting en, daar iets, en je daarin bewegen met iets waarvan sommige mensen denken dat het improviserend is. Ja. Maar ja, ik heb wel een zeer warm hart voor de old school Vlaam en een Vlaamsheid, eigenlijk. Ja. Want je merkt ook bij veel komieken... Mensen die fan zijn van comedy, die vinden Nederlandstalige comedy direct slecht. Ze kijken enkel maar Amerikaans of Brits zijn. Het is bij de vaste standaard uitspraak is dat beginnende comedians in België, die willen allemaal Amerikanen zijn, maar willen niet het Amerikaans traject doen. Ja. Dus ze willen allemaal Amerikanen zijn, maar die doen er 10 jaar overheen om ergens te geraken. En wij willen dat hier ook zijn, maar het doen op 2 jaar. Ja, maar hier in Vlaanderen is het veel beter dan in Amerika. En in Amerika mogen de content zijn als je 2 minuten krijgt of zo. En je moet je dan nog inkopen. Betalen om een open mic mee te doen. Ja, terwijl... hier bellen ze, hoeveel word je betaald om een open mic? Maar dat is zo. Mensen willen heel graag Amerikaans comedians, maar willen het... We willen niet het Amerikaans traject doen van 10 jaar te spelen om je stem te vinden. En na 10 jaar misschien iets te verdienen. Ja. Hier krijg je op een open mic al 2-3 drankbonnen. Ja. Wat al een schone gest is. Want ik denk, in Nederland, ik heb nog niet gespeeld in Nederland, maar ik denk dat dat in Nederland ook anders is. Dat is al veel strenger wat dat betreft. En minder drankbonnen, weet ik veel wat. Dat is al veel... is dat iets wat je zou willen ook in Nederland beginnen spelen? Ik wil dat wel een keer proberen, maar ja, ik zit natuurlijk in dubio, want het is zeer Vlaams wat ik doe. Veel referenties. Dat je de Vlaams absurdist bent. Ja.
Want dat ben je ook, ik bedoel, dat ben je ook letterlijk. Het is heel absurdistisch. Ja, ja, ja. En daar hebben ze wel graag daar, hoor. Er zijn genoeg Paul van Vlieten daar. Ja. He, daar hebben ze een Paul van Vliet Academie. En elk jaar komen er 10 nieuwe Paul van Vlieten uit. Als een soort machine worden die eruit gepoept. iets absurdistisch, dat is daar niet zoveel. Nee. Dus is dat je kunt daar wel anders zijn dan de rest. Is dat ook niet doordat er daar zoveel opleidingen zijn? Ah, ik wil dit doen, dus ik volg maar een cursus of een opleiding. Ja, dat heeft natuurlijk zijn positieve en zijn negatieve elementen. Ja. Er zijn mensen die een soort eenheidsworst creëert, denk ik dan, of dat gevoel heb ik dan. Aan de andere kant is dat podium en die ondersteuning wel ook goed. Mm. Ik bedoel, maar ik vind, ja, dat heb je bij alles zo, hè. Als je ook te veel in een cursus of dingen zit. Ik heb ene keer een comedy workshop gedaan. In 2009, bij Henk Rijkaard was dat toen. Ah, ja. En Liesje Lefijver zat er dan ook bij Rest in Peace. Ja. En zij dan wel, haar carrière was vertrokken. Ja. Maar ik was 18 jaar zij toen. Zij deed mee aan de workshop. Ja, ja. En door die workshop te doen, dacht ik ook van, dit is de manier waarop. En dit is de formule. En nu kan ik niet... Ik voelde mij opeens zeer, zeer... ik heb mij eigenlijk mijzelf beperkt in mijn creativiteit. Ja, 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 ja. Omdat ik dacht van, dit is de formule waarop dat iedereen het doet. En zo moet het. Mm, en, ja. En daardoor... In principe is een workshop... Ik bedoel, ik geef samen met Bas Reva ook workshops. Ja. Ik probeer te zeggen, dit is hoe wij vinden dat het kan. En we nemen wat beginnersfouten weg. Ja. Ik denk, en we geven kansen en we geven. En wat we vooral doen is aan, laten we zeggen, de helft van die mensen geven zichzelf de boodschap: oh, dit is misschien toch niks voor mij. Ja, en dan heb je dat wel geprobeerd. Dan kun je die droom, kan je een andere droom zoeken. Ja, ja, weet je? Ja, exact, exact. En als je het nooit geprobeerd hebt, dan zit sluimer dat in je achterhoofd, dan heb je een soort wat-als gevoel. Ja, ja, zeker. En nu weet je, oké, goed, we hebben 3 zondagen met die mannen gespendeerd, we hebben een show gespeeld, en ik vond het niet leuk. Of het publiek vond het niet leuk, of we vonden het allemaal niet leuk. Mm-hmm. En als Bas en ik het dan ook niet leuk vonden, als niemand het leuk vond, mm-hmm. Ja, dan moet je het gewoon niet meer doen. Als één van de mensen het leuk vond, dan moet je het misschien nog doen. Niet te vaak, maar... Hè? Ja, ja. Nee, maar dus dat is ook... En je kunt wel beginnersfouten weghalen, maar wij zeggen ook altijd... alles wat wij zeggen is waar en alles wat wij zeggen is niet waar. Ja, ja. Want dat is ook zo. Iedereen heeft zijn eigen waarheid. Iedereen heeft zijn eigen maakproces. Ja, zeker. Ik voel dat ook door dan die regeltjes meer los te laten en gewoon pure hoesting te doen en je te amuseren en ja. take a fucking chance. Een beetje jezelf voor de leeuw gooien, hè, voor het publiek en dan opeens werkt het. Ja. De eerste keer dat ik mijn absurde shit, ik had een idee. Ik zeg, ga mijn iPad meenemen en mijn Bluetooth-box. En ja, ik had een gekke trui van mijn vriendin gekregen met mijn kat op. Just. Ja, ik zeg, ja, ik ga dat doen. Ik heb de dag voordien niet geslapen. Ja, ja, ja. De hele, het is wel een stap, hè. De hele dag angst, zweet. Had. En dan, dat was in Café de Colombo hier in Antwerpen, pijzig. Sergej was dan MC. Ah, ja. Jasper Posson zat dan ook op de eerste rij, speelde hij daar ook. En ja, die lach, fokken, ga ik nooit vergeten. Ja, ja, ja. Dat was een ding. Nou, Gappie. Bram van de Velde was er ook. In het begin van de avond was hij meer verstaanbaar, want ik versta nooit niet wat dat hij zegt. Als er alcohol bij komt, wordt het nog wat belaster hebben om te verstaan. Ook zo'n plat Amsterdams accent. Ja. Ik versta daar met een Limburgse tong van. Oh, ja, Jesus. Ja, ja. En, en die lach van die 8 minuten dat ik daar heb gedaan, dat ga ik nu niet vergeten. Nee. En dat was voor mij ook zo van, ja, hier moet ik verder in gaan. Maar dan kun je ook wel in de val terechtkomen dat het wat je nu aangeeft, dat het een beetje comedians comedy is. Dat het, ja. Dat het comedians het heel erg leuk vinden en dat het wel lastiger is voor non-comedy publiek. Ja, mensen ja. Die niet precies weten wat comedy is. Ja, maar
ik heb daar zelf nog niet zoveel problemen mee ervaren, eigenlijk. Want omdat het juist zo flitsend is, blijft er wel... vaak zijn ze het slecht al direct vergeten en blijven ze hangen en wat dan ze goed vonden. Ja. Hey, en hoe kom je op een... Is dat gewoon iets wat je zelf grappig vindt? Iets waar je dan te binnen schiet en denkt, ah ja, dat vind ik funny, dat ga ik Ja, exact. Zoiets. En dan ook gewoon, ah, daar wil ik iets zo mee doen. Ja. Meestal een nummer dat ik opeens opkom van, holy shit, dat nummer is echt eigenlijk hilarisch. Ja zo... Ik wil ook nog iets doen met de discografie van Zangeres Zonder Naam, want daar zitten er ook wel echt pareltjes tussen. Ja, dat zal wel. Dat is voor je Nederlandse doel. Ja. Voor de Nederlandse shows. Ik was er beter in Vlaanderen gebleven. Ja, en ook gewoon, ja, hoe dwaas zou het zijn, moest ik dit doen op een podium en dan werkt het of dat werkt het niet. Ook bits die ik 2-3 keer doe, die dan ook gewoon hup in de frigo zitten, want ik had zo'n buikspreekact met een wormpje, mutsen de rupsen, maar ik weet niet wat dat mutsen wil vertellen, dus... Ja, nee, dat is wel belangrijk. Dat stop ik er gewoon mee, maar het is wel grappig. Gewoon zo een slechte buikspreekact. Ja. Maar dat is dan dat wordt direct veel te langdradig. Het moet zo wel flitsend blijven. Ja, je wil wel dat het grappig is. En tegen de tijd dat mensen zeggen, dat volgen. Ja, exact. Ja. Ik vind dat zelf zeer leuk om te doen. Ja. Super vermoeiend wel. Is dat ook een beetje zo Monty Python en dat soort humor? Ja, exact. Ja. Dat vind ik ook wel... Nu... Ja, maar ik denk ook omdat ik al zo lang optreed en ik lach bitter weinig nog met shit, omdat je er ook met een heel ander oog naar kijkt. Omdat je analytisch bekijkt. Ja, eigenlijk door zelf comedy te gaan doen, maakt de comedy ook kapot voor je. Klopt, ja, dat is ook zo. Het is ook een beetje mijn job geworden en dan is dat heel lastig om daar nog van te genieten en om je hoofd echt leeg te maken als je in een zaal zit of even wat, dat je gewoon denkt van, oké, ik ga het gewoon over me laten komen en niet... dit is dit trucje. Oh, hij gaat naar het is dit. Weet je wel? Dat is gewoon heel lastig. Ja, ik heb dat ook vaak op open mics zoveel last van plaatsvervangende schaamte. Terwijl ik zelf geen gein heb. En ook eigenlijk redelijk dwaze shit toe op het podium. Ja, voilà. Waar dan ook veel mensen wel over cringen. Ja, plaatsvervangende schaamte voor jou hebben, soms. Wel, ja. Maar ik denk dat plaatsvervangende schaamte in de wereld altijd zo'n beetje gelijk moet zijn. Dus soms geef ik het. Water. Ja, soms geef ik het en soms neem ik het. De cringe is strong in this one. wat ik ook toen ik het vorige keer heb gezien, dat was in het voorprogramma van Amelie in Gent, heb ik toen gezien. Ah ja, in de tuin van Heden. De tuin van Heden daar. En dat was een hele lastige optreden, want er stond een podium, toen begon te regenen, er moest alles gezet en dan is het binnen verder gegaan. Ja, je hebt het misschien niet gezien, maar ik ben dan op dat podium nog keihard uitgegleden op mijn rug. Ja. Oh, op je rug? Het was echt alsof een bananenschil zo woep, gelijk in de film. Het was super, omdat het glad was van de regen. Ja, waarom maken ze ook zo, hebben ze een podium gemaakt met zo van die groene platen? Oh. Ja, plus daar hangen zo stalen dingen boven, maar daar leggen ze niks over. Ja, nee. Maar ja, goed. Dat zullen we bij ABN aankaarten. maar de dingen wat ik toen wel gezien heb, en wat ik heel, heel boeiend ook vind, en dus ik weet niet of het bewust is of onbewust, maar dat er een soort zelfhulp, esoterische zelfhulpsfeer door heel veel van de bits lopen. Ja, dat er een soort factor is die wel gaat over zen en dat soort. Ja, is dat iets wat je boeiend vindt? Of juist heel grappig? Of is dat iets wat jou bezighoudt? Ik vind dat wel... Ja, dat mensen... Ik wil gewoon een goede show geven. Ja. Dat er is al veel miserie in de wereld. En ik wil gewoon dat de mensen gewoon alles opzij kunnen zetten en kunnen loslaten en kunnen genieten. En dan even zonder problemen vergeten daardoor. Ja. En ook dat esoterische. Ik vind dat gewoon zeer leuk om daarin in te gaan. Maar ook niet te diep.
Waarbij daar ook zelf weer geïnteresseerd? Niet zozeer. Ik heb één klein boeddhistisch boekje en dat zal het zijn. Ah ja. Want Ingeborg komt aan bod. Ja, Ingeborg komt zeker aan bod. De grote zelfverklaarde zenmaster van Vlaanderen. Die speelt wel een rol in je voorstelling. Ja, die speelt wel een rol in mijn voorstelling. Zo in een bit. Daarmee is het eigenlijk al begonnen met Ingeborg. Ze zal het graag doen. Het is allemaal begonnen met Ingeborg. Dat is de titel van de podcast. Het is allemaal begonnen met Ingeborg. Oh shit. Maar ja, Even je eerste bits in de huidige vorm die je doet, is een Ingeborg-bit. Ja, dat was die Ingeborg-bit. En... de Ingeborg-bit. Maar ja, ik vind dat gewoon dat ze zo positief kan zijn. En ja, dan moeten we gewoon wat meer in de maatschappij. Ik vind dat ze gelijk heeft. Mensen moeten meer kunnen loslaten. Niet te lang stilstaan bij dingen, want. En zo, en ja, in dat esoterisch personage konden men meer weg ook door zo dingen te zeggen en daarin in dus je bent, wat dat betreft, ze ook dingen zegt, ook bijvoorbeeld over vaccinatie. Wat ze daar zegt, daar ben je eigenlijk wel mee akkoord. Over die positieve kracht, die positiviteit. Ja, meer. Ik ben van. Ik ben, kijk, ik soms ook zeer negatief en ben ik ook wel een azijnpissers in mijn moment. Maar gewoon meer positiviteit. Mensen moeten meer optimistisch zijn. En is dat, ook, want dat is natuurlijk wel interessant. Ik voel ook dat in die show zit. Terwijl natuurlijk pure stand-up comedy vertrekt vaak van een negativiteit. Van ken je dat negatieve? Ken je dat op de bus zitten? Superkut, hè? Ja. Weet je, dat je daarmee ook dat je een positief ding wil vertellen en dat je daarom ook die aansluiting bij stand-up comedy minder vond, omdat dat vaak vanuit een ergernis vertrekt. Ja, daar heb ik zelfs nog niet echt zo bij stilgestaan. Daar is deze podcast voor om het echt te doorgronden. Dat is wat we hier doen. Diepe momenten met Fokke van der Meulen. Ja, het begon allemaal met Inge. Nee, maar denk je dat je niet van die ergernis wil vertrekken, maar van een positieve boodschap? Ja, ik denk dat. Ja, dat is wel... Ja, er is al zoveel miserie in de wereld. Waarom zouden dan nog een keer alles gaan in een negatief daglicht plaatsen? Ja. Van, nee, ik wil dat mensen lachen en positief zijn en een goed moment hebben. En hun problemen gewoon vergeten. Ja. Door dan dat esoterische personage kunnen... En daar ook wel een beetje de draak mee te steken. Want... Aan de ene kant de draak mee steken, maar aan de andere kant ook wel omarmen. Ja, het is zo beide. Ja. Omdat dat... Ja, hoe moet ik het zeggen? Boeddhistische Homer. Boeddhistische Homer staat ik wil dat gewoon... Omdat ik zelf... Maar je kunt zo dat esoterische... Soms heb ik daar ook wel problemen mee, want je kunt daar ook veel te ver in gaan. In alles. Je kunt met een voetbalclub, fan zijn van een voetbalclub, ook veel te ver in gaan. Ja, het is dat. Moet nog altijd een beetje kunnen relativeren. Dus die Ingeborg hooligans, die ken ik wel. die moeten nog komen. Linnenbroeken. Ja, ja, ja. Linnenbroeken. Ja, ja. Maar eigenlijk is het dus... want we gaan hoe lang zijn we eigenlijk bezig? Ik kan het niet lezen. Kan niet zien. Nou, we lullen gewoon wel een beetje verder. Staat erop? Oké, 40 minuten. Oh, dan moeten we nog 10 minuten doorgaan. Dat is geen podcast. Dan moeten nog 10 minuten door. Ah ja, hoe staat er daar een... daar zijn wet erover. Een wet? Dat is de podcastwet. Ja. Allee, ik hoop dat je een goede vakbond hebt. Die heeft mij helaas niet schreef. Zou je Ingeborg heel graag willen ontmoeten? Of is dat iemand waar je meer een soort ideaalbeeld van wil blijven houden? Nee, ik zou ze wel willen ontmoeten. Toch ook wel een deel van mijn jeugd geweest. Hè. Ja? Schuif af, Blind Date. Ja. En nog programma's. dat ze zijn gemaakt heeft. Die heeft wel een stempel op de jaren 90. En ook wat dat ze zei op haar grootste successen. Ze heeft echt wel veel gedaan op een zeer jonge leeftijd. Ja. En daardoor dan ook gecrashed eigenlijk. Een dikke burn-out gehad. En dan haar
haar energie gevonden in dat spirituele en dat esoterische. Ja. En ze gaat gewoon verder. Ja. Ik heb daar gewoon veel respect voor. Ja. Omdat ze ook wel door zelf miserie had hebben, nu de positiviteit is in mensen. Een moeilijk woord. Ja, ik vind dat moeilijk. Voor iemand woord. Die dat belangrijk vindt, krijg je het wel slecht aan je ja, ik zou nog een keer naar de logopedist moeten gaan, eigenlijk. Ja, voor het woord positiviteit. Ja, ik voel mij zo ja, ik voel vandaag heel positief. Grote! Het is op zeep. Het is op zeep. Sorry, logopedist, ik moet nu naar de psycholoog. Hey, en als je nieuwe bits maakt, als je nieuwe comedy stukken maakt, vind je dan het laatste waar je gemaakt hebt altijd het leukste? Ja, want na een tijd gevoelt dat wel ook. Sommige bits, zeker het Hengeborg-stuk, die bit gaat al 3 jaar mee. Ja, dus je hebt al een paar honderd keer gespeeld. Ja, of zoiets. En dat voelde wel van, ik ben hier gewoon mijn kunstje aan het afdraaien. En daarmee dat switchen en een keer nieuwe shit doen, op je bek gaan, dat is het leukste. Ja. Van, nieuwe dingen doen, daar een heftige reactie. Ja. Want stilte kan ook zeer heftig zijn. Ik kom er niet lang, stilte heel heftig. Dat is het leukste. Ja. Maar wat was het punt nu weer? Ja, van nieuwe bits en oude bits. Ah, ja, ja. Je moet die dan wel fris voor jezelf houden natuurlijk. Als je zo... Ja, door daar ook gewoon te blijven aan werken. Hè. Ja, En een keer punchlines anders zetten. Of gewoon op het moment zelf ook een keer volledig anders inkleden of zo. Krijg jij veel feedback van collega's of van andere comedians die want het is natuurlijk best een ander ding wat jij doet. Is dat dan voor die anderen makkelijker of moeilijker om jou tips te geven of dingen te zeggen? Ze geven vaak tips, omdat bijvoorbeeld Elias van Dingenen, die woont niet zo ver van mij. Ja. En wij hebben wel een bepaalde tijd ook veel met elkaar zo gepingpongd en zo. Ja. Want de dingen... Hij kan mij op mijn bits een ander perspectief geven en omgekeerd. Ja, ja. Dus wij vullen elkaar daar wel zeer goed in aan. Waar dat hij wat te veel van heeft, heb ik te weinig van en omgekeerd. En omgekeerd. Ja. En ja, dan zijn er nog komieken die wel tips geven, maar soms denk ik ook van, gast, oh, gewoon je fucking back. Hier ben ik echt niks mee. Maar dan ben ik ook gewoon zo... Goed. Ja, ik schrijf het op. Maar... En zijn het dan mensen die zeggen... Die dan het richting stand-up willen duwen? Of mensen die dan jouw sensibiliteit niet hebben? Ja, of zo... Oh, je moet daar iets mee doen. Oh, doe met dat liedje. Of dat is een mop dat je er nog kunt insteken. Terwijl dat die mop dan er mijlen ver van af ligt of zo van... Ja. Ja, nee, je snapt het niet wat dat je... Nee. Ja, maar ja, dat is belastig, omdat je echt iets al... Tegen iemand anders die gewoon pure stand-up kunt doen, kun je zeggen, je vergeet die mop daar. Ja. Terwijl jij hebt bits, scènes, dinges, en je moet die wel, die vibe hebben. Ja, exact. Ze moeten mij snappen. En meestal zijn het mensen die ik al beter ken, die mij al jaren ken, die dan een tip geven. Ja. Waar dat ik dan echt wel iets mee ben. Ja. Meestal, ja, als je in God weet ik waar ene gaat spelen en dan een open mic en dan zijn er open micers die u gaan tips geven terwijl ze zelf maar 5 minuten materiaal hebben. Dat is zeer lastig. En mensen die zelf de stijl niet super goed beheersen omdat die tegen andere mensen gaan zeggen hoe ze het moeten doen. Ja, exact. Sommige tips neem ik zeer hard ten harte en andere laat ik gewoon zo passeren van, maar toch dankjewel. Ja, en is het de bedoeling dat je naar een avondvullende show zou willen gaan? Of? Wel ja, gelijk dat ik al eerder zei, je moet een product hebben, hè. Ja. En nu merk ik van, ja, ik heb het open mic circuit gedaan, 8 minuten, ik heb kansen gekregen voor een kwartier te spelen, ik heb dan nog een kans gekregen door meerdere voorprogramma's, 20 minuten en een half uur te spelen. Ja, ik word al op de man af hier en daar gevraagd. Ja. En nu zit ik zo op een plateau. Hè. Ik kan daarin blijven. Ja. Of ja,
nu komt het echt professioneel, die stap maken naar echt professioneel gaan. Dus ja, voel je ook voor hetgeen wat jij doet, dat er een verschil is tussen die verschillende timeslots? Dat je zegt van, oké, 10 minuten, dat beheerst ik wel. 20 minuten is al lang, maar 30 minuten, ja, dan moet je toch een spanningsboog hebben. Of hoe werkt het dan? Ja, ik heb ook nog nooit langer dan een half uur gespeeld, eigenlijk. Drie kwartier, dat is nog meer anders. Dat is en dan ga je naar een uur en naar een uur en een kwart. Daarmee dat ik echt iedere bit nog een keer onder de loep moet nemen. Want kijk, 1, 2 oktober ga ik op schrijfweekend. Ga ik in de bossen van Baarle-Hertog en Baarle-Nassau. Daar in de bungalow van mijn ouders gaan zitten. Er is eentje of bij andere mensen? Ik en Xander Peters, als u dat iets zegt. Nee, presentator van Energy ook. Maar zit ook bij de Lunatics. Ah ja, ook aan de improvisatie. Ja, en heeft ook... Wil die ook comedy doen? Of doet die ook comedy? Cabaret wil hij echt doen. Hij heeft dan een keer een zaalshow gemaakt en dat dan 1- of 2-malig hier in Antwerpen, toen kon breek de zaal, ergens in Berchem was dat, gedaan. En ja, zeer moedig van hem. Dus van, amai, ik zou dat niet... En we gaan een keer ook wat pingpongen en alles een keer onder een loep nemen. En dat moet ik eigenlijk meer doen met meer mensen. Gewoon samenwerken en mening. Want het is zeer moeilijk om echt zo... De verder op te bouwen. Ik zit ook zo'n beetje vast. COVID heeft ook niet echt mij geholpen in mijn creativiteit of zo. Ja, dat hoor je ook. Dat zijn veel mensen die zeggen, er zijn sommige mensen, maar dat is wel de minderheid, die zeggen, ja, ik heb doordat ik thuis had op plekken veel kunnen schrijven. De meeste mensen zeggen, ja, ik heb echt wel publiek nodig om creatief te zijn. Ook, ja, de meeste moppen of bits worden ook bij mij... Achter een goed optreden nog meer komen de ideeën terug. Ja. Omdat je op die adrenaline zit. En ook die zelftwijfel is dan ook even weg. Ja, ja. Die bevestiging gehad hebt. En dan werd dat ook beter. Ja. En ja, ik wil echt wel langer spelen. Ik wil echt naar een uur gaan of zo. Ja. En dan zien of dat te verkopen is. Want natuurlijk was hij met een zaalshow als je geen publiek hebt. Nee. Maar je moet natuurlijk eerst een zaalshow hebben om dan publiek te trekken. Ja. Was dat ook de reden om aan zo'n Got Talent mee te doen? Om inderdaad te zeggen van, nou ja, als ik daarop gewerkt word of als ik naar een tweede ronde of dat ja, dan gezien, misschien kan ik dan... Ja, dan krijg ik misschien meer aanvragen of zo. En ja, uiteindelijk viel het wel serieus mee, want ik heb niet zoveel volgers bijgekregen op Instagram of zo. Pijs op 1 week tijd bij een 100-tal. Ja, ja, ja. Voor 1 miljoen mensen die dat gezien hebben of zo, ja. Is dat eigenlijk een beetje zielig. Maar ik ben wel blij dat ik daaraan meegedaan heb. Ja. Ook veel positieve reacties gehad van mensen die mij ook wel uit het oog verloren waren van, ah ja, hij doet dat nog. Ja. Of zo. En natuurlijk ook gewoon die hele sfeer rond van die tv-programma's, dat zijn allemaal dingen die je gewoon eens gezien moet hebben. Je weet hoe die shit werkt. Ja, ja. Dat je in die fabriek, het is een fabriek. Het is een fabriek. Je komt in die fabriek terecht en je ziet hoe dat werkt. Ja, dat is handig. Ja. En goed. En wat vond je, want we waren er net over bezig. He, daar zitten zo 4 juryleden. En ik vind Ruud Beek was een topwijf. Maar ze was best hard, vond ik. Ja. Ik dacht van... Goh, Ruud, je bent een grappige vrouw, zonder twijfel. En die moeten we koesteren. Maar hoe vaak heeft zij solo op een podium gestaan? Ja, dat weet ik niet. Ik ook niet. En natuurlijk, ja, je moet maar iets zeggen, hè, op die moment. Ja. Het is maar 2 minuten... Ja, het ontbreekt aan moppen. Ik zeg ja, nee, maar dan snap het zo niet echt. Hè. Het is een personage, het is zo heel de sfeer er rond. Ik denk dat ze op hun bladeren zagen, ja, Karel de Rijke comedy. Ja. En dan ze direct een standaard stand-up comedian. Dus dan ze dan gewoon de punchlines aan het tellen waren. Ja. Of zo. Ja. Op zijn Amerikaans dan. Ja, ja. Maar dat is niet wat ik doe. En een andere, zo'n andere kerel die erbij zat, die zei dat hij jou op screentest was. Ja, Davy Parmentier. Ah, ja. Dat is nu creatief directeur, dacht ik, van VTM. Ah, ja, dat is de reden waarom die daar mag zitten. Ja, ik ken die verder niet. Ja, niemand kent die. Nee. Of het is van zijn...
een paar afleveringen dat hij zo'n late night talkshow ja, denk. Ja, dus, of ja, ik weet dat hij bij VTM werkt, maar ik wist niet dat hij ook tv waren, maar dat blijkbaar. Ja. Maar goed, die zei dat hij jou een screentest wou geven. Dus hoe zit het daarmee? Ja, ik heb hem al 2 keer gemaild. Ik heb nog geen antwoord gehad. Dus was dat onzin, denk je? Was dat gewoon voor de ik ben sympathiek. Zo'n groen worteltje. Allee, worteltje een voor groen mijn worteltje, dat is een groen worteltje voor mijn neus houden. Ja, ja. Of ja, misschien komt er nog iets van. En dan blijkt het gewoon een zure komkommer te zijn. Ja, een augurk. Ja, dat was het woord. Zure komkommer is een augurk, Karel. Nee, ja, maar ja, misschien komt er nog iets van. Ja, we zullen zien. Ik ga hem nog een keer een mailtje sturen. Ja. Wie weet. Ja. En ja, er zijn nog wel kansen die... Ja, met Jens. Ja. En zo. Hopelijk dat programma er nog doorkomt. Wie weet. Wie weet. Nee, ja, je hebt een proef gedaan, want je werd ook aangegeven. Je hebt een proef gemaakt met Jens en dat was eigenlijk redelijk funny. Ja. Nu, daar was ook nog wel wat werk aan, maar jouw rol was daar in ieder geval heel, heel funny. Ja, ja. En ik zag dat echt. Ik zie dat ook wel zitten om gewoon... Ook, dat moet niet altijd voor de schermen zijn of in de spotlight van... Ook meedenken. Ik denk wel dat ik door mijn impro-brein zeer snel brein heb. En als we in een brainstorm of zo, tjak, 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 kom ik wel al vaak tot goede ideeën. Ja, of zo. Dus dat is wel een ambitie ook, dat je ook achter de schermen zit. Ja, ja, ja. Dat ik gewoon niet meer 10 uur in die fucking kamionet moet zitten. Ja, ja, daar ben je ook wel de voordelen van door Gendrijen ben je verloren. Ja, maar de hotels blijven mij kennen. Hè, als dat is wel waar. Zolang het duurt. Hey, en als er een avond van de show komt, dan heb jij al nagedacht over de titel. Dan weet ik. Ja. Dat is gewoon zo. Want iedereen heeft dat. Ja. Iedereen doet dat. Wat is de titel? Aquarium. Aquarium? En wat komt dat vandaan? Omdat je... Ja, naar mij kunt kijken, gelijk een aquarium. Je moet niet te veel nadenken, je moet het gewoon over u laten komen. En ook, ik ben een waterman, dus Aquarius. Ah. Een beetje mijn sterrenbeeld. Aquarius is toch ook een beetje dat esoterische? Ja, voilà. Toen ik 16 was, dacht ik altijd dat mijn eerste titel ging zijn Karel zegt het zo. Ah ja. Maar nu in hindsight is het echt een fucking slechte titel. Ik vind Aquarium een betere titel. Ja, wel, ik ook. Want het is ook wel de in de mode, hè, voor zaalshows die dan gewoon één woord zijn. Ja, daar is Geert Hofstra mee begonnen. Dus of dat echt modieus is, kunnen we erover discussiëren. Ja. Of was hij zijn tijd zo vooruit? Alright, goed. Aquarium, we kijken er naar uit. Ja, ja. We kijken ook vanavond uit. Enorm bedankt voor het gesprek, man. Ja, bedankt dat ik hier mag zijn in de vochtige kelder van de aquarium. De geur is nog niet veranderd. Nee, het is een beetje een aquarium. Kijk hoe zwaar je dan bent. Dag. Dag mensen, kom kijken. Fokkast. Het is vandaag zondag 26 september. Ook ben in beeld. En ik zit tegenover Daan Gallen, die zit in beeld. Ja, ik zet me wel beter in beeld. Oh. Ja, je moet iets dichter bij de microfoon. Het is met een microfoon, hè? Het is met een microfoon, oké. Okay. Ja, sorry, hè? Nee, het is oké. Wel, het is na de show. Je hebt juist een extravaganza gedaan, zoals ze zeggen. Ja. Het was keileuk, hè, man? Ja, het was leuk, maar het is leuk om hier te komen, omdat ik weet van, ik had zo wat dingen uit te testen dat ik had neergeschreven, maar nooit gebracht. Ja. Dat ik ook niet dacht, omdat ik ook niet wist van hoe moet ik het brengen, is het wel grappig of niet. Ja. Er zit er wel iets in. Ik ben blij dat er hier dan in de Joker zo een plaats is om dat te proberen. Ja. En het antwoord was ja. Wel, ja, maar je merkt van, als je iets vertelt, waar de grap dan zit, of waar hetgene is dat de mensen door getriggerd worden. En eigenlijk moet heel de opbouw dan korter, en moet je zorgen dat... Dat je sneller naar die... Valt op. Ja, ja. Maar ik hou er wel van, dat het zo wat snel gaat. Ja, dat je sneller naar de punchline gaat daar. Ja, ja, ja. Want er is zo weinig tijd in het leven, dus dan zou het zeven. En je bent daar een avondvullende show aan toewerken? Mhm. Joepie heet die. Joepie? Ja. Echt? Ja, ik heb een oude... ik heb een Joepie-poster. Ah, de tijdschrift Joepie. Ah, ik dacht gewoon van blijdschap. Ja, ook. Het is in eerste instantie dat. Omdat het gaat over het feit dat ik ben 40 geworden. Of het feit dat ik blij ben om 40 te worden. Omdat je... Hoe ouder je wordt misschien wel lelijker. Maar je leert meer over jezelf. Nee, in jouw geval nou niet. Jij bent echt nog aantrekkelijker geworden. Dankjewel. We zitten hier in deze... Gesloten. Ja, hier is nou veel aantrekkelijk, hoor. Deze ruimte, dat straks komt de gimp toe. Ja, bring out the gimp. Ja.
Ja, dus dat is het. Over het feit dat ik gewoon blij ben om ouder te worden, omdat ik, hoe meer ik leef, hoe meer dat ik in situaties kom waardoor dat ik leer over mezelf. En daar gaat het feitelijk over. Dus het blij zijn van ouder te worden, ook omdat je meer begint... En dat is misschien vooral het belangrijkste, dat je meer beseft hoe dat je zelf in elkaar zit. Ja. En dat is maar dat is ook zo. Ja. En dat is een leuke insteek voor een show, denk ik dan. Omdat we worden allemaal groot gemaakt met illusies, met zo'n verhalen van je moet zo zijn of zo zijn of zo zijn. En dan voldoe je daar niet aan en dan word je daarvoor gestraft. Maar uiteindelijk moet je zelf ontdekken wie dat je bent en daar gaat die show over. En dus het gaat over, dat je, over zelfkennis en over het feit dat het prettig is om jezelf te kennen. Ja, en om jezelf een vraag te stellen eventueel. En ook om altijd vragen te blijven stellen. Want hetgeen dat ik geleerd heb over de jaren is dat je nooit echt gelijk kunt hebben. Er is altijd iemand met een andere mening die misschien wel gelijk heeft. Maar soms kunnen we heel hardnekkig zijn over onze mening. En zien we niet dat er ook andere opties zijn. Ja. En dat hebben mensen van bijvoorbeeld Vlaams Belang of zo heel hard. Dat ze zo heel hard vasthangen aan zo. Ik heb het gelijk en ik sta niet open. De extreme kanten van. Alle extreme zijn niet goed. Ja. Ja, het is dan misschien ben ik gewoon gematigd. Ja? En is dat dan goed of slecht? Ik vind dat niet slecht. Dat is... Grijs klinkt soms negatief, maar het is wel wat genuanceerder of zo. Ja, misschien wel, ja. Ja, ja. Want het heeft inderdaad geen nut om heel agressief te gaan vechten tegen iemand anders zijn mening, want die persoon gelooft ook heilig dat wat die gelooft waar is. Maar wat jij... Maar nu dat klinkt zo wat semi-politiek of ik van... Nee, maar dat is bij jou nooit eigenlijk, nee, hè? Nee. Maar ik graaf altijd wel dieper in mezelf bij iedere show. Mijn eerste show, ik weet ik had het al verteld, was heel oppervlakkig. Bij Ros, bij West-Vlamingen, weet ik wel zo'n ding. En dan... nu ben je gereisd, hè, West-Vlamingen. Ja. Inderdaad. En ik probeer zo altijd zo wat dieper te graven, maar nu ben ik op een punt dat ik weer in mezelf... Wat vreemd is, want ik ga het nu weer hebben over mijn jeugd of over wat allemaal gebeurd is. Ja. Maar ik denk dat nu op het punt zit dat er bepaalde dingen uit mijn verleden moeten verwerkt worden. Ik zeg dat altijd in mijn show. Daar is Karel Rijk die gaat vertrekken. Korte bladjes? Nee. Kom, heb je nog drugs voor? Maak er nog eens Dan moeten dan die professionals ze nog wat voorzien. Hè. Maar jongen, dat is jouw taak. Ja, en als ik wel een pijp doe, ga je dat ook doen, Karel. Ik hou niet van zout, ik hou eerder van zoet. Nou ja, dan lik je maar een bananes. Ja, heb je mais gegeten? Een mais gegeten? Mais? Maar heb je mais gegeten? Gegeten, ja. Niet recent, nee. Eet je vaak mais? Als ik aan anussen lik, eet ik wel vaak mais. Ik ben zo blij dat het gesprek hierheen gaat. We waren net heel diep aan het gaan. Nou ja, oké. Okay. Ja, veel dieper als het... Niet die kant op. Nee, tot de mais uitkomt. Bedankt voor alles, Kaalderijken. Maar Karel heeft dan gelijk, want mais verteert niet. En dat blijft dan, dat blijft dan zo bestaan. Ja, Karel heeft veel nuttige weetjes, zoals honden zijn... Wat? Chocola is giftig voor honden. Ja. Mm-hmm. Hun lever zwelt daarvan op. Is dat zo? Ja, maar het kan ook lekker zijn. Werkt dat ook zo bij... Ze hebben ook vettig eten aan Hansen en dan wordt die lever heel vet en dan is dat lekker of zo. Maar bij een hond is dat geen delicatesse. In China wel. In China wel. Zeker. Voilà, zeker is hond. Ja. Bedankt, Karel. Tot nooit meer. Dag. Goed. Nu gaan we terug naar de essentie van David Gallen. Maar het raar is dat ik mijn shows altijd heel goed kan uitleggen, maar uiteindelijk, als het er komt, is het een afkooksel voor wat ik bedoelde. Voilà. En dan verlies je heel veel tussendoor dat je wil zeggen, maar dat de moeite niet is of dat je denkt van, weet wat ik bedoel. Ja. Nee, maar het is altijd goed om ook de achterliggende dingen te willen hebben en doorgronden, maar uiteindelijk ga je voor jokes. Ja, tuurlijk, want als het niet werkt, moet het eruit. Hè. Ja. Tuurlijk, ja. Ja, en het gaat ook een beetje over je jeugd. Ja, maar tot 12 jaar. Want ik geloof oprecht dat je dan niet meer verandert. Dus je bent vanaf je 12? Ja, want je bent een kind. En uiteindelijk, ik ben nog altijd dezelfde persoon als ik als kind was. Ik weet niet of dat zit met jou. We hebben gewoon geleerd. We hebben gewoon dingen geleerd. Bij mij is dat totaal niet zo. Ik ben hier omringd door speelgoed en smurfen en toestanden. Ja.
Maar je weet wel, maar mensen misvormen je, omdat ze dwingen je in een soort van keurslijf of in een vorm. Of op school merk ik dat er aandacht was voor dingen dat ik niet goed in was. Ja. Waardoor dat er nooit echt je talenten worden niet gevoed. En je groeit op met een gevoel dat je zelf niet goed genoeg bent. Je weet wel. Ja, dus ja, en dat is een heel foute manier van opvoeden. Dat is basis, maar dat is geen goede basis. En is dat iets wat je dan doortrekt naar je eigen kinderen? Dat je dat op een andere manier doet? Ja, ik doe dan het volledig tegenovergestelde. En dat is ook niet goed. Maar ouders zijn gewoon gedoemd om fouten te maken. En wat doe je? Wat doe jij dan juist? Wat doe je dan? Ik denk dat ik ze iets te veel stem geef of zo. Omdat ik het gevoel heb dat ik als kind nooit echt een stem had, dat er niet naar mij geluisterd was, dan probeer ik extra te luisteren naar mijn kinderen. Dat is ook niet goed. Omdat ze dan zo wat cocky bastards worden. Ja, en dat weet je niet. Ja, oké. Ja. Dus ze krijgen iets te veel gelijk. Misschien wel, ja. Moet ik aan werken. Maar dat komt. Dat is voor een volgende show. Mm-hmm. Dus, ja, als ze in de brug zitten en al, dan ga ik daar een show over maken. En was dat ook een dingetje wat je last vroeg als kind? Ja, voor de Urbanus-trip. Want de Urbanus-trip stond dat daarin? Ja, in de jaren 90 stond in de Joepie de Urbanus-trip. Ah, dat wist ik zelfs niet. En ik knipte die uit en ik plakte die in, zodat ik het album had. Ah, ja. Omdat ik het album niet kocht, maar ik knipte het uit de Joepie en ik plakte het aan elkaar. Heb je dat bij of is dat weg? Dat is waar, ik heb niet meer. Dat is wel spijtig. Ja. Dat is wel spijtig. Ja, want het was niet helemaal hetzelfde als het album. De kleuren waren anders. Ja, het was veel trashier. Ah, ja, dat was van dat glossy papier. Ja, maar dat was wel leuk. Ja. Dus jij plakte je eigen urbanus album. Ik maakte mijn eigen. Ik maakte zelf boeken zo met dingen dat ik vond in andere albums. Dat ik dan uitknipte. Ook humor dingen, zo cartoons of zo. Ja. Echt plakboeken? Ja, ik heb dat gedaan. Dat heb je niet meer. Dat is wel spijtig. Ja, dat is wel maar misschien heb ik dat wel eens. Maar ja, dat komt een periode in je leven dat je daarvoor schaamt en dan smijt je dat weg. Hè. Achteraf lijkt dat zo'n zonde. Ja, dan is dat, ja. Ja. En heeft dat dan een soort belangrijke indruk op jou gemaakt, hier op Banenstips, dat soort dingen? Of wat was het andere? Het ding was, ik was heel zot van die Urbanus-tips, omdat het was heel menselijk. Want ik weet dat Suske Wiske, na verloop van tijd, begon ik me af te vragen van, moeten die naar school? Die gingen nooit naar school. Die scheten nooit. Nee. Die ouders neukten nooit. Nee. Er woonden een tante en een onkel, maar er was niks seksueels aan de hand. Nee. En bij mij thuis was dat anders. Ja, ik bedoel, Sidonia, het is ook niet het meest geile wijf ter wereld. Ik bedoel... Je weet het niet. Qua uiterlijk bedoel ik. Ja, oké, maar misschien kan dat heerlijk. Ja, een slecht zijn die gevist wordt door Jerome. en dat komt nooit in het album, nooit. Pas op, er zijn albums waar dan wel in. Ja. Het zijn niet de reguliere albums. Just, ja. Ja. Ik heb zo onlangs zo tweedehands strips en dat was zo Nathalie en dat was zo de sexy versie van Natasha, die stuurde. Oh, ja. Ja, dat is natuurlijk dat leent. Ah, nee, van Natasha. Oh ja, die. Ja. Ja, en met naakt en seks. Ja, oh ja, geil, ja. Ja. Naakte seks. Naakte seks, seks. Geen kleden seks. Nee. Zoals bij de Joden. Nee. Niet. Naakte seks. Nee, die aangekleden seks, dat is wel links. Ja, dus en daarom vind je Urbanus dus wel leuk, omdat die menselijke, die ging wel kakken, die ging wel naar school. Ja, dat was stront, het leek meer op mijn leven. Het was stront, dat leek meer op mijn leven. Ja, dat was stront overal bij Urbanus altijd. En de vader had een... had een mesthoop. En mijn vader had ook een mesthoop. Ja, voilà. Dat is de verbindende factor. De micro. Ik zal hem recht zetten. Ja. Ja, als die heeft een soort mest klaar. Als die mest wordt, dan valt hij. Dan wordt hij door absorbeerd. Ja. Ja, want je vertelt ook op podium over mest en ook over een koe en over jeugdherinneringen. Ja. Omdat ik, weet je, ik zet mezelf altijd in situaties die misschien zo wat ongemakkelijk zijn. Maar ik ben zo iemand, ik ben benieuwd in nieuwe dingen. Ja. En ik denk dat heel veel mensen dat niet doen en gewoon thuis blijven en gewoon blijven bij de dingen dat ze kennen. Maar dan... Jij zoekt dat op. Ja, omdat ik vind, daar zit de groei, denk ik dan. Ja. Als je nieuwe dingen leert kennen en je weet... Dan kun je jezelf plaatsen in een groter geheel, weet je. Ja. En ik besef dat ik inderdaad
hoe meer dat ik erover nadenk, mijn jeugd was echt zo heel billig uiteindelijk. Moest ik een Amerikaan zijn en wij hadden varkens, koeien, kippen, die slachten die, dat was zo, dat stront overal. Het is, en ik zit aan mezelf af, wat is Vlaanderen? Maar nee, we waren erg boeren. What the fuck, man? Dat is echt zo de outskirts of West-Vlaanderen. Ja, dus het cliché van de boeren West-Vlaming, dat voel jij volledig. Ja, eigenlijk klopt maar het op wel. Een cowboy manier meer. Ja, en ik ben ervan weg, zoals een of andere acteur. Nee, hoe heet die weer zo? Die gast die aan de Harris Sutton. Tom Wayne? Nee? Oh, nee, ik weet het niet. Ah. Doet er niet toe. Nee, maar het is leuk om dingen te beseffen over jezelf, omdat je jezelf dan plaatst in een context. Jij bent van Nederland. Dat klopt. Is dat moeilijk om hier te aarden? Want je bent echt hier thuis, hè, toch? Nou ja, ik woon hier volgend jaar 30 jaar. Dus langer in hier ik dan... Ik woon langer hier dan dat ik... En nog altijd de taal niet springen. Nee, dat is heel bewust. En dan op moslims... Wanneer heb je mij op moslims? Nee. Nee, ja, dat is... Maar ik was thuis ook al een beetje buiten, dus ik heb daar nooit zo'n groot verschil gemaakt. Ben je ook de jongste van drie? Ik ben de jongste omdat ik enig kind ben. Ah, ja, maar dan ben je ook de oudste. Ik was ook de oudste wel, dus ja. Wel verwend op een... Ja, ook wel verwend. Ja. Maar ook wel... Ja, ik heb... Maar we gaan er nu ineens over mij. Ja. Want jij bent de jongste van drie... Ja. En dat vind jij belangrijk, want dat vertel je ook op het podium. Nee, omdat ik ook besef dat de plaats die je hebt in een gezin is heel determinerend voor wie je later wordt, omdat je die omdat je een bepaalde plaats hebt, dus je wordt gevormd naar die plaats. Ik was de jongste, dat was zijn dat ik... Vrienden van mij hadden zo puls van Sergio Armani of weet ik veel wat, en ik had puls van Nicola Halle, dat was mijn broer. Snap je? Dus alles werd doorgegeven. Ja. Je hebt nooit echt iets voor jezelf. En je hebt zo'n plaats van... Maar ben je ook niet een beetje verwend of zo? Ja, waarschijnlijk wel. De jongste man? Ja, wel zo moederskindje waarschijnlijk wel. Ja. Ik was de jongste. En dan wordt er ook heel veel vergeven. Want je blijft zo gezegd klein of je bent klein. Of, oh, ja. Wat ik ook altijd hoor, als de jongste in de familie, die mag dan altijd al veel vroeger dingen die anderen niet mochten. Nee, omdat zij de deuren hebben ingestampt. Zij hebben moeten rebelleren om te mogen uitgaan. En tegen dat kan, zijn ouders al bijgedraaid. En denken ze van, ja, tuurlijk mag het. Ja, voilà. Ja, dus dat betekent dat jij op je 14 al uit mocht. Ja. En zij mochten nog maar al pas op 18 uit. Zondagskind dan waarschijnlijk, zoiets. Ja, dat is wel waar, ja. En merk je daar ook aan je eigen kinderen dat je... Want je hebt ook twee kinderen, ja, 12 en 10. Ah ja, ja. Oké, dus die zijn nog niet... Hopelijk gaan die nog niet uit, of... Je weet het nooit. Nee, maar ik vraag me wel af van, als je terugdenkt aan jezelf, hoe je was, en waar je, de fouten die, en de momenten dat je nu aan terugdenkt als je jong was, dat je denkt van, oh my god. Maar dat zijn toch altijd inderdaad, zoals je zelf zegt, die gênante momenten. Je weet toch nooit, ik weet alleen maar dingen dat ik mezelf schaamde, of dat iets misging, of dat je door het ijs was gezakt, of dat, een vriendje met mij wou vechten en ik wou niet. Weet je wel, dat soort herinneringen heb ik me, dat ik iets goed kon of iets goed gedaan, daar heb ik me geen herinneringen van. Misschien... Dat zal ook gebeurd zijn. Ja, maar dat komt waarschijnlijk omdat het, als het niet goed gaat, doet dat iets mee. Ja. En als het goed gaat, dan voel je op je gemak en loopt alles op wieltjes. Ja. Maar als het slecht gaat, dan stel je vragen over jezelf. En dat is terecht ook, omdat het is pas als je met je bek op de vloer gaat, dat je leert eigenlijk. Dat is waar. En ook, ik ben heel slecht in leren. Ik moet het zelf meemaken, anders geloof ik het niet. Ik ben heel kritisch. Ja, dat komt door mijn pa, die ook dacht van, ik wil geen melk kopen in een fles, ik koop wel zelf een koe. Ja. En is het met 40 te worden dat je zo... Het is een stapjes, ja. Ik ben nu gescheiden, dus ben gescheiden van mijn vrouw. Dat was ook een grote stap uiteindelijk. Ja. Geloof je in het begin dat alles, dat het klopt? En dan, zoals ik vertelde daarnet in de show, je zit in een soort van bubbel. Het spreekt allemaal voor zich en het gaat allemaal automatisch. Je stapt op een trein en plots merk je van, oh fuck, ik zit op die trein en ik ben nog niet afgestapt. Maar je zit op een plaats waar je wil zijn. Welk een raad? En dat is het. En dat is denk ik dat heel veel mensen meemaken. Denk je dat veel mensen dan op die trein blijven zitten terwijl jij er wel afstapt? Dat kan. Misschien zijn er heel veel mensen die blijven zitten en die dan... oud worden en dan pas beginnen inzien of ik weet het niet. Ja. Maar ook mensen doen dingen omdat het er het beste uitkomt bij zich. Dus ik ga niet iemand veroordelen die dat wel zo... Nee, natuurlijk niet, maar het is ook wel je bent dief van je eigen geluk, hè, als je niet die verandering doet. Uiteindelijk word je alleen geboren en je sterft alleen. Hè. Tussenin moet je zorgen dat jij de persoon bent die
Piet van Zoutdijk komt hem. Je wordt nog een filosoof op jouw dag, Daan Galle. Ja, ik ga een boek schrijven. Echt? Nee, ik stik het allemaal in mijn show. En is die show, is dat ook door, heb je door corona veel geschreven of weinig geschreven? Veel, er zijn mensen die zeggen, ah ja, ik zat thuis dus ik kon veel schrijven. Maar er waren ook mensen, ja, ik heb het publiek nodig om te testen. Dus, Ik heb het geprobeerd. Uiteindelijk, het was, ik zat alleen plots. Ik merkte toen ook van, ik ben heel lang bezig geweest zonder echt een pauze te nemen. Om na te denken over de dingen. Gewoon doordoen. En uiteindelijk was het altijd van, ja, ik kan maar een week op vakantie, want er staan ook in het plant daar. Ja, ja. Dan. Dus nooit echt afgebakend en gezorgd dat er tijd was voor mezelf. En plots was je gedwongen om feitelijk pauze te nemen en naar jezelf te kijken. Ja, ja. Ik heb geprobeerd, omdat ik dacht van, uiteindelijk, ik wil publiek, ik wil dingen uitbrengen. Dus ik had zo een paar dingen gedaan. David Halle is voor, David Halle show. Tuinieren. Zo shit. En tijdelijk dacht ik van, het klopt niet. We zitten allemaal nu apart in ons huis. We zijn afhankelijk van het internet. Want iedereen zat naar het scherm, bestelde eten online. Alles was online. En uiteindelijk de sleutel, boer, de sleutel zat hem in het publiek benaderen. Bewust van het feit dat zij thuis naar een scherm zitten te kijken. Ja, ja. En dat heb ik proberen te doen op Canvas met die, hoe heet dat weer? Had er op Canvas dat spel? De toetsessies. Ah ja, ja, toetsessies. Ja, ja, ja. En toen dacht ik van, als ik hier nu gewoon doe alsof dat er hier publiek in de zaal zit, dat werkt niet. Nee. Dus je moet er iets anders mee doen. Ja. En uiteindelijk heb ik dan wel geleerd dat mensen gewoon kijken naar een scherm soms. En ja, natuurlijk. De mensen die op dat moment in de zaal zitten, zijn niet belangrijk. Het gaat over de captatie en de mensen die thuis beleven. Ja. Dat is niet gemakkelijk, want dat is niet leuk, hè. En wil je mensen voor je hebben. Tuurlijk. Ook omdat als je met humor en comedy bezig bent, dan is die reactie van de lach noodzakelijk om je de job goed te doen. Maar dat is wat hij doet, hè. Bart gezien moest optreden met hem. En onze groot publiek in een voetbalstadion. Ah, ja. Zo'n stuk ervan. Ja, ja. En waren hem. En hij is ongelooflijk meester in het spelen van het publiek. Die heeft ze vast, die speelt een liedje, ze zingen mee. Ja, ja. En ik kreeg ze allemaal stil en ze zijn mee. En ik had hem eigenlijk nog nooit echt bekeken. En toen zag ik dat en dacht van fuck. En dat is uiteindelijk wat wij doen. Uiteindelijk bespelen we het publiek. Dat is een job, ja, hè. Ja, ja. Maar ik hoor heel veel comedians zeggen van, ah, ik doe dat en take it or leave it. Als je het leuk vindt, fuck you. Maar het is dubbel, hè. Want inderdaad, je moet jezelf kunnen zijn. Maar langs de andere kant heb je ook de taak, mensen betalen geld. Zo is het. En je hebt ook, je moet ze entertainen en daar gaat het over, denk ik. Tuurlijk, nee. Ik vind als je het alleen voor jezelf doet, dan moet je het in de spiegel gaan doen. Als je het met het publiek doet, dan ben je afhankelijk van die mensen. En dan moet je zorgen dat die betalen soms best veel geld. Dan heb je daar een beetje een verplichting naartoe, dat die een leuke avond hebben. Ja, toch. Dus. Vind ik wel. En is dat ook de reden waarom jij, zoals je zelf net aangaf, van dat je heel erg zit schaven aan moppen en aan jokes en dat je daar heel hard aan werkt om de hoogst mogelijke kwaliteit te halen? Ik weet het niet, ik doe gewoon wat ik denk dat goed is, zeker. Ja. Het ding is dat ik kijk niet graag naar andere comedians, omdat ik dan bang ben dat ik dingen ga stelen of zo, weet je. Maar uiteindelijk is dat niet zo, want vroeger deed ik dat niet. Ik keek nooit naar anderen, omdat ik dacht van, ik ga het overnemen. Ik ga mezelf, ik ga zo iets zien, vergeten dat ik het heb gezien, en plots op een blad schrijven en denken dat het voor mezelf is. Ja. Het heeft een naam, ik weet niet wat het is. Ja, plagiaat. Maar niet bewust, niet. Nee, nee, van, dat is een goeie en ik doe dat. Maar, Robin Williams had daar last van, hè? Ja, ja. En nu heb ik geleerd van, het is niet daarom dat je kijkt naar anderen. Je kijkt naar anderen omdat je ziet van, ah, zij doen het zo, dus het kan ook op een andere manier. Ja. Niet per se op hun manier, maar je kunt ook van jezelf loskomen en denken van, hey, het is op een andere manier of zo. Ja, of ik denk dat je nou wel na al die jaren een eigen stem hebt, dus dat je daar ook niet meer zoveel zorgen over moet maken. Dat je altijd wel je eigen vorm daarin hebt. En dat je dan, als je iemand anders bezig hoort, dat jij ook wel weet, ik ga op een andere, als ik zoiets vertel, is dat op een andere manier. Ja, 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 natuurlijk. Ja, ik doe het ondertussen 20 jaar. Hè, dus ja? Het wel zo vertrouwen. Ben je letterlijk in 2001 begonnen? Ja. Ah ja. Ja. 2001, basically, ja. Het was op een open podium. Je hebt heel veel oude comedycafés. Like The Joker is een oud comedycafé. Ja, dat is nog maar 2006 hoor. Dus, ja, maar dat is toch wel een truc in de auto. Trucendoos was ook zo'n oud café. En dat was Busker. De Buster. Buster. Shot, ja.
En dan in Waarvik had je de Sultan. Ah ja. Dat is ook al heel lang, van in het begin van de comedy. En ja, die deden iedere maand op maandag. Humor op maandag. En daar kwam iedereen langs. Ding is, Wim Helsen, toen dat hem nog comedy deed. Ja, ja. Met zijn muts. En, ja, en heel grappig. En Gino Santi, waar de hand solo uitkomt. Ja. En, Raf en ja, die mannen allemaal zo. En ik zag al die mensen passeren. Dat was leuk, dat was zo de vaste afspraak. Ik kwam je eerst als klant en dan... Ja, en ja, dan was het plots open podium. En dan had je zo de locals die zo ook iets hadden proberen. Ja, ja. En dan deed ik daar iets en er zat toevallig iemand van Kaft Producties, Flip. Ja? Hi-Hard, ja, met zo zijn... Nee, niet Hi-Hard, Flip Salens. Ja. Er is een traan hier. En dat is zo'n tattoo van een traan. Dat betekent dat er iemand gestorven is. Dat iemand vermoord heeft en dat je er spijt van. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja. En wie, weet je nog wie er toen nog op het podium stonden? Waren er mensen bij die nu nog spelen? Mm-mm. Nee? Mm-mm. Nee. Nee? Nee. Nee, nee, nee. Maar dat is raar hoe dat... Want uiteindelijk heb ik daar altijd zo... Ik werd er naartoe getrokken en ik vond het leuk om te doen. Het kostte mij geen moeite. En ik vond het leuk en ik haalde er mij voldoening uit. Dus daarom doe ik het. Ja. Moest het mij moeite gekost hebben? Of echt moeite? Ik wou het echt. Dus daarom doe ik het. En is er nog altijd zo? Ik kan me voorstellen dat het nu soms nog meer moeite kost. Omdat je al zoveel gezegd hebt en omdat het veel... Dat wel, maar ik merk ook dat mijn reden verandert om op het podium te staan of zo. Ik besef nu dat ik als kind zo wat aandacht tekort had en dat ik mezelf onzeker voelde. Dus dat zeker reden is waarom dat ik dat later op het podium heb gestaan. Ja, ja. Omdat je wil dat iedereen kijkt naar jou, je wil dat iedereen zwijgt. Ja. Je moet een gsm afleggen, het is donker in de zaal, het licht staat op jou. Ze hebben geen andere keuze om te kijken naar jou en jouw aandacht te geven. Ja. En dan vertel je dingen die je hebt gezien. Want uiteindelijk, de ziekte. Ja, ja, tuurlijk. Ja, ja. Het getuigt van, dat zeggen we, als we zo'n workshop geven hier, dan zeggen we ook, dat is, hoe fucking arrogant ben jij dat jij vindt dat iedereen naar jou moet luisteren? Ja. Want daar komt het op neer, hè? Ja, absoluut, ja. En ik hoop dat ik er nu over ben, maar nu vind ik het misschien moeilijker om te denken van, is er wel een reden waarom ik hier sta op dat podium? Ja, ik weet het niet. Zeker met die corona. Ik was thuis, ik was op mijn gemak, ik kreeg geld voor niks. Ah ja. En dan denk geweldige je, tijden. Is het wel nodig om te rijden naar een Meeuwen-Gruitrode om te horen dat er geen tickets verkocht zijn? Weet je, maar is het antwoord toch die ja? Ja, ik het leuk vind, maar ik moet er weer in komen. Ik ben er nu weer in, ja, maar het heeft me moeite gekost om die eerste optredens weer van te genieten en om de noodzaak te vinden om er naartoe te rijden om ja, er ja, in te doen. Maar uiteindelijk gaat het over jezelf amuseren, nee, en op je gemak te zijn. Voilà, dat is het. En wanneer is de première? De eerste show dat ik speel, die getrouwd is hier in Antwerpen in de Arenberg op 28 oktober. Dus nog letterlijk een maand. Ja. En hoe staat het? Ik heb de structuur. Dat is ook de eerste keer dat ik mijn kader heb uitgetekend van tevoren van het zit zo in elkaar. Dat is ook waarschijnlijk omdat ik denk van... Dat is dus je hebt een beetje meer als een voorstelling behandeld. Dat je in het verleden meer gewoon al materiaal achter elkaar en een goede verbinding tussen. Ja, maar dan was die verbinding zo achteraf dat ik dacht van... Ja, ja. Ik moet dit laten hierover kloppen. Te gaan. Ja. Ja, ja, ja. En nu heb ik meer zoiets van, kijk, ook theatertechnisch dan pauze en zo. Ja. En een einde en een begin. Ja. Waar ik vroeger niet over nadacht. Werk je met een regisseur? Nee. Ah, nee. Nee, er is ook niemand nu. En het is, ik ben alleen nu. Hè. Ik heb geen boeker meer. Ik heb geen manager meer. Ik heb geen technieker meer. Dus mijn techniek is gestorven. Ik heb ruzie gehad met mijn manager en mijn boeker. Dus ik doe nu alles alleen. En het is heavy, langs de ene kant. Ja, dat kan me voorstellen. Omdat ik alles nu zelf doe. Maar het is heel goed voor mij. Omdat ik heel lang heel veel dingen uitbesteed heb. En dacht van, zorg jij dat het geregeld was. Ja. Zonder eigenlijk echt na te denken van, wat wil ik? Om achteraf dan tot de conclusie te komen van, oh, ik vind dit of dit niet leuk. Want ja, het is wat ik moet zelf weten. Het is ook heel makkelijk, dat merk ik ook om mij heen. Als mensen, als het niet goed gaat, om iemand anders daar de schuld van te geven. Mm. En als je er alleen voor staat, ja, dan kun je maar op één iemand aanwijzen. Met alle goede en alle negatieve. Ja, zoals ik zei, van, je wordt alleen geboren, je gaat alleen dood. En tussenin ben je de enige keren waarop dat kun je rekenen. Ja. En als je jezelf in de steek laat, is dat je eigen schuld. Je moet zorgen voor jezelf. Ja. Ja, maar dat is niet gemakkelijk. Nee, ja, dat komt er ook bij kijken. Natuurlijk. Omdat je ook tot de conclusie komt dat je bepaalde dingen gewoon niet kunt. Ik ben een oen en ik ben heel slecht in structuur en organiseren en dingen opvolgen. Ik wil gewoon creatief bezig zijn op het podium staan. Dat is wel. En dus, maar iedereen heeft dat nu. Iedereen moet boekhouding doen en iedereen moet van alles bijhouden. Ja, ja.
En dat is misschien de ziekte van de maatschappij. Hey, en je techniek is overleden, zeg je? Ja, ALS. Zo'n spierziekte. Oh, ja, fucking ja. Hell. Ja, ja. Een goede gast. En we hadden juist wat erover gemaakt. En ik vond het echt, voor mijzelf, ik ben heel trots op die show. Die staat op YouTube, heb ik hem erop gesmeed. Ah, ja. Slecht gefilmd en slecht geluid, maar ik ben er altijd trots op. Het is moeilijk te verstaan, maar... Je is erover, gefilmd, ja. Ja, omdat DVD-markt toen ingestort was. En Sia zei van, hoe doen ze de moeite niet meer om te filmen? Maar nee. Die show was goed, omdat ik dan echt op met mijn techniek... Allee, de techniek, dat was echt een team. We waren echt een team. Ja. Hij kwam met dingen af, hij begreep me volkomen. Hij wist dat hij mij voor bepaalde dingen gewoon moest rusten. Gewoon ja, ja. Dingen doen en dat ik er wel content over zou zijn. En het decor zat goed, de techniek zat goed. Dat waren goede shows. En dan was hij plots af... Allee, ja, die klaagde altijd van zijn schouder. Die zei van, want die werd over Freddy de Vadder. En die zei van, fuck man, ik heb weer gesleurd met de decor van Freddy. Ik voel mijn schouder weer. Dat is niet daardoor. Dat was die ziekte, die begon te sluipen in zijn lichaam. En toen begon hij naar huis te rijden van mijn optreden. En die reed met zijn auto en die duwde op de gaspedaal. En die voelde zijn been trillen. En zei van, dit klopt niet, er is iets met mij. Ja, ja. En die zitten googlen. En een van de eerste dingen die opkwamen was ALS. En hij zei, fuck, dat kan toch niet... Google is het slechte werk. Ja, dokter Google is evil. Is van, ik heb jeuk aan mijn vinger, koortjeskanker. Ja, maar ja, dat is het. Maar van hem het probleem was, het klopte. Want die ging een punctie doen en het klopte. En dat was uiteindelijk, ik besefte op dat moment echt van, fuck. Ja, die op een dag zal die er meer zijn. Ja. En ik weet niet waar dat hij begraven is. Ik weet niet wanneer dat hij gestorven is. Dat was tijdens corona. En hij wou het ook zo. Hij wou gewoon verdwijnen. En niet dat mensen hem zagen als... Als ziek of zo. Ja, maar we hebben nog een benefiet gedaan in Roeselare. Ah ja. Ja, ja, ja. En uiteindelijk het probleem was met hem, hij hield er niet van dat mensen hem benaderen als zo fysiek gehandicapten. Want je zit gevangen in dat lijf. Ja, ja. Je bent volledig bewust van alles. Ja, ja. Maar mensen bekijken je en beginnen spontaan luider te babbelen. Ja. Hey, gaat het? Ja, ja. Zo, dat je denkt van, hey, dat is echt niet nodig. Perfect, ja, 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 ja. Ja. Maar dat is wat dat doet met mensen. Mensen worden heel, heel onzeker of angstig van zo. Dat maakt hem bang, denk ik. Heeft dat jou, heeft ook wel een knal gegeven, denk ik, voor jou ook. Mm-hmm. Dat is wel zwaar, ja. Heeft dat er ook voor gezorgd dat je inderdaad zo op een andere manier nu in het leven, of ik bedoel, dat je anders naar dingen kijkt? Ja. Gekoppeld aan je 40 worden en al die andere dingen. Ja, misschien, ik weet het niet. Ik denk nog altijd over na, ik weet het niet. Het was zeker zo dat je beseft van, ik ben gescheiden en mijn ex-schoonvader, die ging in pensioen, die was 65. Ja. En we zaten zo koffie te drinken aan tafel. En er was een taartje, nog een taartje, weet ik veel. Ja. En die zegt van, ik ben blij dat ik in pensioen ben. Want nu kan ik de dingen doen dat ik wil, eindelijk. En ik dacht van, meen je dat niet? Ja. Serieus? Ja. En je heel je leven gewacht om de dingen te doen dat je wilt. Want je kunt aan je 40 spierziekte krijgen, ALS. En je kunt er gewoon een paar maanden later niet meer zijn. Dus waarom zou je dan wachten en dingen doen voor iemand anders... Nee, maar denk je ook niet dat dat meer de vorige generatie, dat in onze generatie al minder is en volgende generatie weer nog minder? Dat die veel meer bewust zijn van, en dat ook bijvoorbeeld in zo'n ding als corona, dat je ineens veel meer met je neus op het leven wordt gedrukt en het feit dat het morgen ineens gedaan kan zijn of dat er morgen ineens, dat je niet meer, dat je dit niet meer mag of niet meer kan? Misschien, maar ik weet het niet. Ik denk dat heel veel mensen zijn teruggeploot op hunzelf. En nu met die corona. Ja. De huizenprijs, mijn tuinen is enorm gestegen. Ja, ja. Iedereen denkt van, ik wil deze vierkante meters voor mijzelf. En niemand kan komen, ik heb mijn vrijheid. En het is een wereldoorlog. Hè. Ik bedoel, dat heeft ook iets gedaan met iemand. Alleen met mijn grootouders, die kwamen uit die oorlog, dat heeft hun ook getekend. Ja. En dat is, het klinkt zo... Oh, ja, dit getekend. Is minder extreem, maar... Het doet iets mee. Ja, ja. Je denkt na over de dingen. Klopt. Dus misschien is dat het. Ik weet het niet. Alright. Wat het is, hè. Maar toch, joepie. Toch positief. Nee, maar joepie. Omdat we hebben geen keuze. We moeten verder met hoe het is. Dus ik probeer net zo positief. En jij maakt er... Maar dat is positief. Wat het is. En, ja. Maar dat is positief, want je hebt geen keuze. Het is alle negatieve emoties, twijfel, angst, heb je niet nodig, dat verlamt. Nu, mijn show heeft nog een maand tijd om te komen. Ik moet er staan hier in de Arenberg. Met alles wat er is, moet ik alles... Ik moet weten wat ik vertel. Ja, ik moet er verhalen zijn, ik moet er staan. Maar ik vertrouw nu van het feit dat het komt er wel. Sowieso. Het is geen nut om nu negatief te gaan denken van twijfel of angst. Fuck dat. Ik werk elke dag en het komt. 28 oktober. 28 oktober, klopt, allemaal kaarten. Ik heb precies een zwarte baard. Ja, dan komt dat je in de schaduw van de microfoon. Ja, ik leef in de schaduw.
Alright, David Galleijdo, bedankt voor het gesprek. Ja, gedaan, Fokke. Ik kom altijd graag terug.